We zijn nu even samen met mijn maat Richard. Zijn we even iets aan het checken. Het spookhuis van Oostland. Ik heb gehoord dat hier ook een paard begraven was in dit huis. In deze villa. En dat die familie daar al 700 jaar woont. Dus ja, dat moeten we natuurlijk wel even checken. Kijk, ik ben hier met mijn maat Richard. Helaas niet met mijn zoon samen, maar... Ah, what the fuck. Fucking kutcrimineel ook altijd. Heel de boel in de fik gestoken. Jammer is dat weer, hè. Kan je nog wel naar binnen? Shit, echt helemaal afgefikt, hè. Waarom zijn er altijd van die zielige Mongolen die het verpesten voor ons, hè? Dat je gewoon iets wil bekijken, iets wil onderzoeken en dan steken ze maar in de fik. Kan je naar binnen of? 700 jaar hebben mensen hier gewoond in dat huis, hè. En hier ergens in deze tuin ligt ook nog een paard begraven, maar dat is wel heel lang geleden. We gaan toch even binnen checken, als het lukt. Ja, het is beter dan... Oeh, vette waas gelijk. Ho, jezus. Oh. Je stopt wel eens. Ja, ga. Ja. Is hier iemand bij ons? Misschien van de familie die hier al 700 jaar gewoond heeft. Hoe was de naam ook alweer van die familie? Hier, dat was een open haard. Zit hier nog iets in deze kasten? Nee, hier zit zo te zien niks in. Maar ja, het is jammer dat zo'n villa dan mooi wordt gesloopt, hè. Altijd weer jammer, hè, Richard? Ja, je moet echt uitkijken bij de vloer, want we zakken gewoon in. Kijk, het is ook al ingezakt al, die vloer, hoor. Ja, man, dat vind ik zo zielig, hè. Laat ons gewoon een plek onderzoeken. Is hier iemand bij ons? Wow, ik zak er een keer naar beneden. Ja, dit is afgefikt, hè. Altijd zo jammer weer, hè. Waarom moeten jullie altijd verlaten locaties in de fik steken? Laat ons het onderzoeken, hè. Gewoon jammer, echt jammer weer. Ja, misschien hebben de geesten ook al het verlaten, verbrande pand verlaten. Ja, er staat niet meer echt veel van. Kijk, hier is nog wel een deur. Hier was de meterkast. Waar ook niet meer zoveel van heel is. Uitkijken voor. Nou, dit was misschien de voordeur. Voordeur met een kattenluik. Ja, met de kattenluik, ja, precies. Ja. Is er nog een miauw hier? Uitkijken. Oh, dit zat er. Deze, de keuken, dit ziet er nog redelijk uit. Een biefstukje bakken. Ja, deze keuken ziet er nog wel redelijk uit. Ja, een telefoonnummer om, voor een bolus. Als je dat belt, krijg je een bolus, denk ik. Ja, het is gewoon jammer, hè. Een spook! Richard is in zijn naam. Ja, oude koelkast. Ik kan een boom, maar kun je het veilig? Ja, kastjes. Zit er nog wat in de kastjes? Nee, alleen maar schimmel. Nou, bolus. Zit er dan nog een bolus in? Nee, er zit geen bolus in. Ja, het is wel jammer, hoor. Ik wou deze locatie graag checken. Omdat die familie hier al 700 jaar gewoond heeft. Waarvan ik helaas de naam even ben vergeten. Maar ik wou dit spookhuis in Oostland graag checken. Maar pas je op dat je er niet doorheen zakt? Oh, hier zit de kelder. Oh, is een wc. Kijk, dan is dit locatie bijna half afgefikt. Maar de wc is er nog, hoor. Dus je kan nog naar de wc. Is het betrouwbaar die trap of is het... Wow, mooie marmer vloer hier.
Kijk, hier zie je ook nog een deur. Uitkijken, want ik zie daar allemaal auto's staan. Nou, dan gaan we eens even proberen. Ik denk dat de geesten het pand verlaten hebben. Zoals je ziet is het echt allemaal afgefikt hier zo. We gaan toch proberen de trap op te gaan. Ja, maar ik ben zwaarder dan jou, hè. Ja, zonde, hè. Hier van boven kan je het helemaal duidelijk zien dat het afgefikt is. En van die zielige Mongolen hebben dit pand gewoon in de fik gestoken. Kijk. Maar ja, wij zijn dan toch weer zo gek. En voor mijn abonnees. Om dan toch even de boel te checken nog. Hé. Hey. Zou ik hier kunnen lopen? Dan zeg ik. Gevaarlijk natuurlijk. Als ik zelf had, zak ik gewoon door de grond heen. Nou, dit is een, denk ik een soort douche geweest. Zo te zien aan de tegeltjes. Ja, hier was een kast. Kijk. Het is helemaal afgefikt, hè. Zonde is dat, hè. Kijk, hier was een wc waarschijnlijk. Voor de wc-rol houden. Mooie tegeltjes. Hey, daar is nog iets. Is dat een geheime kast? Ja, even wachten hoor. Ik ben nog hier. Ik moet even opletten. Want dit was een kast. Kan niet bellen? Nee, dit is een kast. Het was een kast. En daar was een soort douche geweest, denk ik. Dat is ook niet zoveel bijzonders hoor. We moeten echt uitkijken waar we lopen. Want de vloer is natuurlijk... ook fucking afgefikt. Jezus. Kijk, hier kan je wel zien dat hier een wasbak was. Oh, Jezus. Ja, dit is echt gewoon weinig van over nog, hè. Ah, kutzooi. Dit is een trap naar niks. Dat is gewoon helemaal weg. Hier was misschien de zolder. Kijk, de trap naar de zolder, maar die is helemaal weg. Hè? Trap naar de open lucht. Ja, de trap naar de open lucht, hè. Ja, dat is gewoon zonde, hè. Kijk, hier zie je van een raam. Dat was een balkon. Maar ik zie dat de K2 meter echt niet uitslaat. Dus ik denk dat ze het gewoon het pand verlaten hebben. Natuurlijk van die Mongolen hebben het in de fik gestoken. Kijk. Dat is het balkon waarschijnlijk. Verwarming staat er nog. Wat zei je, Richard? Nou, hier was weer een wc. Kijk, er is niet meer veel van over van die wc, maar... ja, altijd van die zielige Mongolen. Die verpesten het gewoon voor ons, hè. Worden exploited, die willen panden onderzoeken. Ja, hier loopt het niet door. Nou ja, elkaar 2 meter slaat ook niet uit. Dus ik denk dat ze het pand verlaten hebben. Jammer hoor. Dit was dan weer Robert Buijs, Spookhuis Oosterland. Waar helaas maar nog weinig van over is. Samen met mijn maat Richard. Zielig hoor. Jammer. Ik had graag het in geheel willen zien. Maar ja, K2 meter slaat helaas ook niet uit. Jammer.